Goedemiddag, het is vandaag zondag, eerste paasdag. Guys, ik sloot gisteren natuurlijk mijn vorige vlog af. Dus als jullie mijn vorige vlog hebben gezien, zagen jullie dat ik echt super ziek was. En vandaag gaat het eigenlijk wel. Ik had gisteren lekker een rood wijntje gedronken voordat ik naar bed ging. Kreeg ik het helemaal lekker warm van. Ik lag denk ik om 8:30 in bed. Ik ben nog een klein beetje verkouden, maar ik heb niet meer zo dat ik denk, ik wil dood. Dus dat is heel erg fijn. Ik had gisteren ook nog een pakketje binnengekregen van H&M, maar ik had echt geen fut om het open te maken. En ik had het vanmorgen opengemaakt. En oh my god, ik heb gewoon de perfecte broeken gevonden voor vrouwen boven de 1,80 meter. Ze zijn goedkoop, ze zijn comfy. En ik heb ook nog de perfecte hakken gevonden voor de lange vrouw. Zoals jullie weten ben ik 1,82 meter. Ik heb schoenmaat 41 met pijn. Dus eigenlijk heb ik 42, maar ik wil het niet altijd accepteren. En ja, hakken vind ik super leuk. Maar dan lijk ik gewoon vaak een transgender. Nee, geen transgender. Maar ja, ik weet niet. Ik voel me dan gewoon een beetje kloten of zo. Omdat ik dan zo lang ben. Ook als ik uitga, dan komen altijd mensen naar me toe van zo, jij bent lang. Ja, dat ik echt denk van, ja, joh. Alsof ik dat zelf nog niet wist. Gelukkig is mijn vriend langer en kan ik hakken bij hem aan. Net. Dan ben ik misschien net even een 1 centimetertje langer of zo. Maar hij vindt het gelukkig geen probleem. Vorige keer had ik hakken aan. Toen zei hij ook van, doe gewoon hakken aan. Boeien dat je langer bent. Dus dat is heel erg fijn. Maar goed, ik ga het dus even laten zien. Ik heb vandaag die broek al aan. Je had hem in 3 kleuren. Ik had hem al een keer besteld in een large. Want dat adviseerde de website van H&M mij. Maar die was veel te groot. Oh mijn god, wat goed. Oh mees. Ik had het klein gemaakt. Oh, wat ben je ook lief aan het spelen in je kamer. Mama is zo trots op jou. Echt leuk hè, in je kamer spelen. Vind je niet? Ja, doe maar. Het is voor het eerst echt lekker in zijn kamer. Maar goed, ik ga dus eerst even de broek laten zien. Voordat mees zijn rol pakt. Kijk jongens, het is gewoon een, hij heet op de site geripte legging. Excuse de meeste vingers op de spiegel. Hij is lekker high-waisted. Ik draag hem in een medium. Hij voelt best groot. Ja, en ik ben gewoon helemaal blij. Je had hem ook in het zwart, maar die was uitverkocht in medium. Kijk, het is een beetje geript. Grijs op de zij dacht ik, nou, niet echt een leuke kleur grijs. Maar nu ik hem aan heb, gewoon zo lekker met een witte trui. Deze trui is trouwens van Chiquelle. Denk ik echt, wat een heerlijke broek. Ik had hem ook in het taupe gekocht. Even kijken, dat is deze. Nou, wat ik al zei, 15 euro, of serieus. Echt het perfecte broekje als je voor boodschappen gaat doen. Of ik weet niet wat je gaat doen. Maar je kan hem gewoon altijd aan. Met een leuk shirt. Maar je kan er ook een leuk colbertje op doen. En dan ga ik nu over naar de perfecte schoenen voor lange vrouwen. Met grote voeten. Oké, ik zie altijd van die leuke chickies op Instagram. Met van die geweldige meldjes, maar die gaan dan meestal maar tot maat 40 of maat 41. Nou, deze gingen lekker tot 42. Ze vallen goed. Ik kijk dat hakje, maar 5 centimeter. Ik ga ze even aantrekken. Mees, ga eens even in je eigen kamer spelen, AB. Nee! Oh ja. Kijk eventjes hoe leuk. Kijk uit voor mama's benen. Kijk, ze vallen lekker goed. Ik zal even een beetje een aanshotje doen. Is toch te heerlijk. Ik heb ze dus ook maar gelijk in het zwart besteld. Want ik dacht ik moet ze hebben. En ik heb ze ook in het wit. Of je hebt ze ook in het wit. Maar ik dacht ik heb al witte loafers. Dus het is toch te leuk dit. En ik had ook deze besteld. Die zijn te breed. Ik glijd er helemaal doorheen. En omdat die band zo ver naar achter zit, heb ik echt een draakteen in. Ik heb al van die lange tenen. Kijk. Ja,
hier ga ik dus persoonlijk heel slecht op. Sorry voor mensen met een fobie voor tenen. Maar kijk, hier zien je voeten en je tenen er toch een stuk charmanter in uit. Dus jongens, die waren ook maar... Die waren €25 of zo. En ze heten volgens mij gevlochten slip-ins. Dus echt, als je lang bent en je zoekt nog een beetje charmant schoentje voor de winter. Ik raad deze echt aan. En ze zitten fucking lekker. Ik ga denk ik geen blaren krijgen. Dus ik ben weer helemaal content. En ja, ik ga nu even boodschappen doen. Het is natuurlijk Pasen. Mijn vriend komt straks. Ik ga hem lekker verrassen. Ik ga hem lekker gourmetten met z'n drietjes. Ja, ik hoop dat de winkel nog genoeg vlees heeft. Bullenbakkie, ga eens een doekje pakken. Dus ja jongens, ik voel me stukken beter. Thank God. Goedemorgen. Het is vandaag maandag, tweede paasdag. Jongens, we gaan lekker brunchen. Macy, niet zo knoeien. Zo guys, ik ga even Mees naar mijn moeder brengen. En dan ga ik mijn haar laten doen bij Kim. En ik neem jullie gezellig mee. Jawel schat, het is koud. Mijn outfit laten zien. Ik heb gewoon weer mijn winterjas aan van H&M. Trui is van Chiquelle. Deze heerlijke lange broek ook van H&M. En dan Gucci sneakers. Mees, kom jasje aan. Gaan we naar opa en oma. Nou jongens, ik ben nu bij Kim van Verleng Je Haar. Check haar even op Instagram, @verlengjehaar. Zoals jullie weten heb ik natuurlijk de maagoperatie gehad, waardoor mijn haar een stuk dunner is geworden. En daarna kreeg ik het briljante idee om mijn haar van zwart naar blond te verven. Wat natuurlijk ook niet helemaal goed is voor je haar, dus op een gegeven moment had ik een soort van boblijn. Nou, toen ben ik 9 à 10 maanden geleden ben ik naar Kim gegaan. Toen heeft ze mijn haar verlengd. Nou, we zijn nu 9 maanden later, daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Mijn haar valt niet uit. Het zijn ook hele dunne weften. Nou, zoals je hier achter me ziet, heeft ze echt bijna elke haarkleur op voorraad. En wat ik heel erg fijn vind, is dat mijn haar niet van uitvalt. Ik zal dadelijk ook een beetje van achter filmen hoe dat eruit ziet en hoe ze het erin zet. Maar het beschadigt dus niet je eigen haar. Waar ik dus heel erg bang voor was en wat ik wel eens heb meegemaakt, dat het echt dat mijn halve haar eruit lag. Dus vandaag gaan we al mijn haar eruit halen. Ik ga jullie ook laten zien hoe mijn haar eruit ziet zonder de weave. En dan laat ik even zien hoe het er dadelijk weer helemaal nieuw met nieuw haar uitziet. Dus blijf kijken. Jongens, mijn haar is er nu uit. Mijn nephaar. Nou, mijn weave. Ze is nu even een klein puntje ervan af aan het halen, zodat het weer helemaal goed zit. En dan zal ik jullie zo even laten zien hoe mijn eigen haar zonder weef eruit ziet. Heel spannend. Ik schrok me net echt een beetje dood. Niet dood in de zin van dat er niks meer over is, maar gewoon je bent zoveel haar gewend en dan is het er nu uit. En dan heb je ineens kort, dun haar. Dus ik ga het jullie zo laten zien. Nou jongens, dit zat erin. En dit is mijn eigen haar. Oh mijn god, ik lijk op zo'n klein ratje of zo. Ik ga even de achterkant filmen in de spiegel. Kijk, dit is mijn eigen haar. Oh, bizar. Nou, de ringetjes zitten er nu in. Dit is de onderste laag. Kim gebruikt een combinatie van micro-rings en draad. Dus dat ze het erin naait. Ze doet eerst de ringen, dan het haar. En dan naait ze het haar nog vast. Dat heet LA Weave. Dus dit is de onderste laag. En dan laat ik jullie zo zien als het eerste laagje erin is genaaid. Ja. Nou jongens, de onderste laag zit erin. Ze heeft de onderkant iets donkerder gedaan, zodat hij met mijn punten goed matcht. En ze heeft het laatste gedeelte dus er zeg maar in genaaid. En ik krijg 2 banen. Dit is dan 75 gram en die krijg ik bovenop 50 gram. Het is ook een beetje afhankelijk van de dikte van je haar, hoeveel haar je nodig hebt. Voor prijs kun je ook altijd even op haar Instagram kijken. Daar staat een linkje in haar bio en daar zie je echt per gram hoeveelheid wat je kwijt bent voor een mooie haarverlenging. Dus check it out. En dan gaan we nu door naar de tweede laag. Spannend guys. Het haar zit er nu in. Je zal denken van hallo kleine zeemermin. Maar wat Kim dus gaat doen is dat zij het helemaal op maat snijdt en knipt. Zodat het gewoon mooi en natuurlijk is. Zit gewoon bij de prijs inbegrepen. En daarna doet ze het ook nog stylen of krullen. Zodat je gewoon helemaal fabulous de deur uitgaat. Dus dat is de volgende stap. Ze heeft helemaal op maat geknipt en gesneden. Er is ook een lekker stukje vanaf. Dus dat is helemaal fijn. En dan gaat ze nu helemaal in model brengen. Lekker een krul erin zetten.
Nou, dan ben ik weer om door een ringetje te halen. En het voelt zo lekker. Ik heb dus in totaal 125 gram. Vorige keer had ik meer. Kim is ongeveer hier, nou, net iets langer dan een uurtje. Want we hebben ook lekker aardig zitten ouwehoeren. Maar binnen een uurtje heb je gewoon, nou ja, anderhalf uur. Heb je gewoon een lekkere, volle, natuurlijke bos. Inclusief snijden, inclusief in model brengen. Dus ik ben weer heel erg blij en gelukkig. En mocht je nou denken van, ik wil dit ook. Geef me nou even door en dan krijg je er een lekker haarverzorgend haarolietje bij. Dus dan kan je het helemaal lekker, dat heb je ook wel echt nodig, met blond haar. Dus jongens, kijk even op haar Instagram, @verlengjehaar. Daar kun je ook alle prijzen vinden. Ik heb 125 gram erin. Het is altijd even afhankelijk van je eigen haardikte. Maar nou, ik kan er zeker weer een klein jaartje tegenaan. En ik doe ze dan elke 6 weken even omhoog zetten. Die prijs kun je ook bij Kim op de website vinden. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Jongens, Mees is weer naar school. Ik ging vanmorgen met gierende banden naar de basisschool. Die was natuurlijk al heel de week thuis. Nou ja, hij was super lief, maar het is toch wel lekker als je gewoon even alleen bent. Dus even chill. Ik ga nu even een bakje doen bij mijn vriendin. Ik heb vanmorgen even dingen op mijn closet sale gezet. Ik zal even de outfit of the day laten zien. Ik heb trouwens die krullen. Ja, ik vind altijd dat zij hem naar mijn smaak iets too much krult. Maar dat zakt toch altijd uit. Dus dit is gewoon de day after. Zo vind ik het gewoon het mooist. Ja, outfit of the day. Ik heb een trui aan van Back to the Future. Die is van H&M. Ik heb dit jasje aan. Die is van MC Fashion Brands. Daar heb ik altijd een leuke samenwerking mee gehad. Deze tas is gewoon van Ali. Chanel Inspired. Ik heb deze Zara. Oh, weer die handen van Mees. Deze Zara legging aan en Dior sneakers. Dus ik ga de deur uit. Ik moet ook nog wat pakketjes versturen. Dus ik neem jullie gezellig mee in een nieuwe dag. Dag. Oh, en ik eet een banaan. Zo guys, ik ben weer thuis. Ik had weer even wat pakketjes opgehaald. Waar ik weer 48 jaar voor moest rijden. Maar goed, ik heb een pakketje van de H&M. Ik had die melkjes die ik had laten zien. Die had ik ook in het zwart besteld. Oh, zo tof. Ik vind het zo tof. Kijk. Kijk hoe leuk. En gewoon in mijn maat. Heerlijk. Klein hakje. Helemaal te gek. Dus daar ben ik super blij mee. En ik had allemaal leuke dingen voor Mees besteld. Want kinderbijslag was gekomen. En hij had echt kleding nodig. Deze jongen gooit gewoon de pan uit. Dus ik had voor hem allemaal leuke kleren besteld. Even de doos openmaken. En ik ben ook benieuwd hoe het er in het echte uitziet. Even kijken. Oeh. Dit is een behoorlijk grote doos. Oh, hier zit nog een plakkertje. Even kijken. Oh, wat een gezelligheid. Oké, wat had ik besteld? Ik had besteld deze oranje trui. Hij is echt heel tof. Maat 128. Deze was 18 euro. Je merkt echt dat hoe ouder ze worden, hoe duurder het allemaal wordt. Daar had ik even niet over nagedacht. Maar schoenen worden duurder, kleding wordt duurder. Maar ja, goed. Ik had dit setje met een soort van badstof shirt. Zo, alles stinkt wel echt. En een bijpassende broek. Kijk, toch te leuk. Broekje was 18, shirtje was geloof ik ook 18. Ik had dit leuke korte setje zo. Die ziet er wel echt groot uit. Met ook een bijpassend broekje. Kijk. Toch een geweldig setje. Ook van badstof. Ik had nog een korte broek. Gewoon een soort van jogging kort broekje in beige. Ik had nog twee hele toffe ripped spijkerbroekjes. Eentje in het grijs en ook dezelfde, maar dan in het zwart.
ook heel leuk. Ik had nog een tie-dye geel shirtje. Ja, dit gaat echt leuk zijn. Ik had nog gewoon een wit shirt. Altijd handig, gewoon lekker basic. En, nog een jogging kort broekje. Ik had nog een t-shirtje van Sonic. Vond ik wel even leuk, jeugd sentiment. Ik had nog dit shirtje met palmbomen. Ook wel leuk. Dit shirtje. Zo'n gezellig achterkantje. Lekker. En deze trui, ach, die vind ik zo leuk. Lekker tie-dye truitje. En dan had ik nog sandalen voor hem. Ik had al sandalen besteld, maar die waren echt veel te groot. Dat was volgens mij maat 31 en ik heb nu deze in maat 28, 29. Deze. Gewoon lekker voor naar school, voor de zomer. Dus dat was alles voor Macy Casey. Nou, die is weer lekker gewend, die jongen. Dus, ja jongens, dat waren even mijn aankoopjes. Ik heb nu net mijn wasmachine weer opnieuw aangezet, want die gaf een foutmelding. Dus ik heb dat ding weer helemaal leeggetrokken. Dus ik hoop dat hij het zo weer gaat doen. Ik ga even deze ravage opruimen. Ik ga even mijn huis aan kant maken. En dan is het weer tijd om mees te halen. Oh, ik zie overal mieren lopen. Mees eet altijd ijsjes. En dan lekt hij met zijn ijsjes en dan zie ik niet waar het ligt. En dan komen er weer allerlei mierenkolonies. Ik word er echt niet goed van. Dus dat ga ik ook even opruimen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is vandaag de derde dag van de week. En dat is... Vismantag. Nee. Boe. Woensdag. Woensdag. Meestal lekker een half dagje school maar, hè? Dat is super fijn. En wat gaan we nu doen? Weet je dat al? Wat ik dat al verteld. Waar we heen gaan. Huh? Waar gaan we heen? Naar het museum. Nee, we gaan naar... Oma. Oma, dan gaan we daar lekker lunchen. Mama heeft lekker broodjes gehaald. Broodjes. Lekker broodjes gehaald. En lekker... Jouw lievelingsbroodje, de kaastwister. Dan gaan we die lekker... eten bij oma. Gaan we lekker bij oma lunchen? Goed idee? Heb je daar zin in? Ai. Hij is open, de zak. Pak maar. Oh. Nou, ik heb de hele ochtend in een Zoom meeting gezeten. Ik ben bezig met een vriendin van mij om iets leuks op te zetten. Binnenkort meer over. Dus we hadden even een brainstorm sessie over. Ik heb vandaag ook nog een leuke sollicitatie eruit gestuurd voor een functie als event manager bij een heel groot internationaal bedrijf. Dus daar ben ik ook zeer benieuwd naar. Dus in dat opzicht was het best een productief ochtendje. Ook nog een pakketje gestuurd van mijn closet sale. Dus daar ben ik eigenlijk mee bezig geweest. Nou, meestal een half dag, het is nu 12 uur, dus ik had even een paar uurtjes, maar ik heb ze optimaal benut. En nu zijn we lekker even op weg naar mijn moeder. Ik heb ook een superleuke samenwerking met een sieradenmerk, Anna Luisa. Daar heb ik een moederdagcampagne mee. Dus ik ga haar zo even inlichten wat we dan gaan doen samen met mijn moeder. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. En Zodoende. En... Oh nee, niet vanavond. Maar zeg, vanavond komt die vriend lekker. Nee, die komt morgen. Die heeft een vrijdag cursus in Rotterdam. En dan zijn we het hele weekend samen. Mees gaat van vrijdag tot zondag naar oma. Deze weekendje bij oma, samen met zijn neefje Georgie. En dan hebben mijn vriend en ik gewoon een heel weekend samen. Zo leuk, zo lekker. Kunnen we lekker chillen. Ja, met Mees erbij is ook altijd leuk hoor. Maar het is ook wel even fijn om gewoon samen een keertje lekker uit te slapen. Met z'n tweeën in bed te liggen in plaats van met z'n drieën. Dat deze tussen kruipt in de nacht. Dus daar heb ik heel veel zin in. We zouden eigenlijk naar Antwerpen gaan. Maar volgens mij kun je nog steeds niet de grens over. Maar we gaan in de auto stoppen en we gaan gewoon ergens heen. Dus we gaan een soort van roadtrip doen. Superleuk. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die je doet als je verliefd bent. Dus
dat. Ik heb echt heel erg zin in dit weekend. Al is het pas woensdag. Maar dan heb ik in ieder geval wat om naar uit te kijken. Hoe zijn de jelly beans? Heel goed. Heel goed? Ja. En wat vond je het leukste vandaag op school? Niks. Nee. Oh. Wie is de allerliefste uit jouw klas? Niks. Niemand. Niemand. Wil je liever elke dag bij mama blijven? Ja. Ja, we gaan niet pikken. Nou ja, het zou in principe wel kunnen. Maar dan wordt je moeder helemaal loco. Je moeder heeft lekker weer zin om aan het werk te gaan. Dus ik hoop echt dat die functie wat hoort. En anders hebben we een ander iets lopen. Maar dat is in Amsterdam. Maar ja, kan ook deels vanuit huis werken daar. Hallo! Duim voor mensen. Kussie, ik heb niet eens kussie gehad. Ik hou niet van mijn mama. Ik hou van jou, mijn kindje mees. Hé, mama is geen ijsje. Ik ijscream. Mama is de mama. Mama is de mama, geen ijscream. Maar als mama een ijsje zou zijn, welke smaak zou ik dan zijn? Rood. Rood? Strawberry? Ja. Oeh, dat vind ik dan wel een compliment. Jij zou een mango ijsje zijn. Heel lekker zoet, maar ook een beetje zuurig. Ijsje. Kom, we gaan naar Omi. Zo jongens, ik ben weer thuis en ik ga iets uitproberen waar ik super excited over ben. En dat zijn de schoonmaakdoekjes van Bella. Die schijnen dus, het zijn microvezeldoekjes. En ze laten dus een streeploos materiaal of een streeploos resultaat achter. Ik ben echt super benieuwd. Als je ze binnen hebt, moet je ze dus eerst 10 minuten in het water, in warm water doen, niet kokend. En dan schijn je dus gewoon in één veeg of in een paar vegen streeploos materiaal of streeploos resultaat te krijgen. Jongens, ik ga ze nu even in het warme water doen. Ik heb even een emmertje water opgezet. Je krijgt trouwens 3 doeken. Oh. Ik heb hier dus een emmertje met warm water. 10 minuten laten weken. En dan ga ik ze even proberen ja, op mijn tafel, op mijn spiegels, aangezien daar allemaal... Aangezien daar allemaal kleutervingertjes op zitten. En dan ga ik even kijken of het echt werkt. To be continued. Ik ga nu even een wasje erin doen en een beetje mijn huishouden doen. Dan ga ik zo mijn Bella doeken proberen. Oh my god, spannend. Nou meiden, daar ga ik. Zie hier alle vingers van Mees. Het is nu ongeveer 10 minuutjes later. Ik zet hem even neer. Kijken. Nou, ik ga gewoon een random doekje eruit pakken. Even uitvringen die maat. En dan ga ik even proberen. Oh, ze zijn ook lekker groot. Oh, benieuwd. Mijn vriend zit ook altijd met zijn klauwtjes aan mijn badkamerspiegel. Dan gaat hij zeg maar de condenser afhalen. En dan zie je altijd zo lekker die vingertjes erop staan. Nu heb ik echt wel altijd even een soort van, ja, niet discussie, maar ja, ik weet niet. Ik vind dat niet zo lekker. Nou, ik heb hem nu afgeveegd. En ik ga hem nu even laten opdrogen. Nou, ondertussen ga ik ook even de salontafel doen, die van glas is. Dat is echt het slechtste idee. Wat je kan bedenken als je een peuter in huis hebt, of een kleuter. Geen zin om alles eraf te halen. Ik ben een luie huisvrouw. Ik heb een stootje klaar. Ik heb een stootje klaar. En ik doe gelijk ook even mijn tv. Zo. Dan gaan we nu weer even, terwijl deze opdroogt,
naar mijn kastenkamer. Even kijken hoor. Of die al droog is. Hij is droog. En oh mijn god. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar hij is streeploos. Oh mijn god. Ik heb hier alleen één doekje overheen gehaald. Hij is gewoon fucking streeploos. Laat me even kijken van de andere kant. Oh my god, het werkt echt. Ja hoor, ook streeploos. Oh, dit gaat mij zoveel ellende schelen met glasseks en keukenrol. Of eerst nat en dan droog. Jongens, ik zet de Insta even erbij waar je ze kan bestellen. Ze kosten €17,95. Krijg je 3 doeken. Ik ga er sowieso 1 in de auto leggen. 1 aan mijn moeder geven. En €17,95 inclusief verzendkosten. Ik zet hier even de Insta en ik zet het ook even in mijn beschrijving. Maar ik ben fucking blij. De doeken zijn echt geweldig. Ik heb net mijn magnetron gedaan. Streeploos. Ik heb net mijn oven gedaan. Nou, ik word altijd helemaal lijp. 1 dingetje eroverheen. Ja, ik moet even de onderkant nog poetsen. Oh, wacht. Ik kan het gelijk even met jullie doen. Nou, ben benieuwd. En dan moet ik misschien even iets harder poetsen, want er zit echt een beetje een vetspetter. Maar even kijken. Even serieus. Hij moet nog even opdrogen. Streeploos. Moet hem hier nog even met een beetje allesreiniger. Deze kast, waarmee ze altijd met zijn klauwtjes aan zit. Normaal doe ik hem niet eens meer, omdat ik gewoon geen zin meer heb. Streeploos. Binnen 2 seconden. Echt, oh my god. Jullie horen het? Meestal is het ermee eens. Ik kan niet wachten om mijn ramen te doen. Ik voel me net zo'n telcelwijf, maar... Ik kan niet helpen. Ik kook voor jou, Mees. Maar het werkt gewoon. Ik ga ook de bed. Zo, ik ben even aan het koken. Ik maak broccoli met kip. Meestal krijg ik er weer kanonnetjes bij. Ik vind het altijd zo fijn. Ik eet niet zoveel koolhydraten. Meestal eet ik gewoon groenten met kip. De meeste is dol op noedels, dus dan maak ik voor hem lekker zo'n pakje erbij. Lekker makkelijk en dan voor ieder wat wils. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Nou jongens, ik heb een heel heftig nachtje achter de rug. Ik werd vannacht wakker met onwijs pijn in mijn buik. En het deed me een beetje denken aan die galstenenaanval die ik ongeveer 1 jaar geleden heb gehad. Dus ik s'nachts naar de huisartsenpost bellen. Ik had gelukkig nog zo'n diclofenac Z-pil, wat ik eigenlijk niet mag. Vanwege die maagverkleining. Maar ik had het toen gekregen omdat de pijn gewoon niet te houden viel. Nou, dus ik de huisartsenpost gebeld. En die zeiden van, nou kijk het een half uurtje aan, neem nog 2 paracetamol. Nou, ik had dat gedaan. Nog steeds kreperen van de pijn. Meestal wakker geworden. Ik had mijn moeder gebeld, die nam niet op. Ik had mijn vader gebeld, die nam niet op. Mijn beste vriendin nam niet op. Nou, mijn vriend nam wel op, maar die woont 100 kilometer bij me vandaan. Dus dat heeft ook niet zoveel nut in dit soort situaties. Die is wel heel de tijd bij me gebleven, via FaceTime en zo. Maar ja, ik de buurvrouw geappt beneden. Ik zeg, buur, bent u wakker? Nou, die belde gelukkig gelijk. Huisartsenpost belde, die zei, ja, we willen je toch zien, want dit kan niet. We waren al op 1 uur s'nachts of zo. Mees was wakker. Die merkte dat er echt wat aan de hand was. Die was zo lief. Ik zeg, wil je even naar de buurvrouw? Hij zegt, ja, even naar de buurvrouw. Ik dacht, oh, thank god. Dat hij gewoon lief is. En weet je, je zou nog maar een kind hebben wat helemaal hysterisch is. Ik zeg, mama, is niet lekker? De buurman heeft mij gelukkig naar het ziekenhuis gebracht. Nou, ik daar aangekomen. Moest in een potje plassen. Nou, mijn plas was goed. Er zat niks in. Niks raars. Beter wacht ik even met een appel als ik aan het vloggen ben. Nou, ze zei of het is weer inderdaad die galstenen of het is een kieste op je eierstok. Ik zeg, kan je zwanger zijn? Ik zeg, nou, dat is niet van toepassing. Dat kan niet, onmogelijk. Nou, toen heb ik een spuit diclofenac in mijn bovenbeen gekregen. Buurman weer gebeld naar huis. Gelukkig heb ik nu geen pijn meer. Ik moet wel even de huisarts bellen, want dit is natuurlijk niet goed. Misschien moet het verder onderzocht worden. En
Ja, ik denk toch dat mijn galblaas eruit moet. Want het is nu 2 keer in 1,5 jaar dat ik gewoon zo'n aanval krijg. Nou, ik ben vanmorgen gewoon naar school gebracht. Ik ben nu onderweg. Ik heb een afspraak voor mijn nagels. Ik ben echt zo suf als konijn. Maar ik dacht, ja, weet je, ik kan wel in bed blijven liggen. Maar ja, ik blijf suf. Ik kan gewoon autorijden. Ik kan gewoon normaal functioneren hoor. Maar ik voel me gewoon... Ja, ik heb gewoon een gebroken nacht achter de rug. En ik heb gewoon fucking veel pijn gehad. Dat vreet ook heel veel energie. Dus ja, jongens, dat is de staat. Helemaal KUT natuurlijk. Maar ja, goed. We hebben het weer overleefd. En ik ga vandaag gewoon een beetje rustig aan doen. Ik moet zo wel even boodschappen doen. Maar ik haal gewoon even een paar boodschappen. En de rest vraag ik wel aan mijn vriend of zo. Of aan mijn moeder. Ja, jongens. Het kan natuurlijk, omdat je, als je een maagoperatie hebt gehad, omdat je dus, als je heel veel bent afgevallen in korte tijd, kan je dus last krijgen van galstenen. En heel vaak mensen die deze operatie hebben gehad, moeten galblaas eruit. Dus ja, ik dacht of het is mijn blinde darm of weet ik veel, maar het was gewoon echt een aanval van heftige pijnen. Ik kon ineens mijn recht overeind lopen, ik leek mijn omaatje. Dus nou, ik ben blij dat ik terecht kom in het ziekenhuis vannacht. En dat ik lekker die spuit heb gekregen. Maar ja. We gaan de dag overleven, mensen. Kom goed. Ik ben sowieso aan het taaien. Dus ik red me wel, maar ik ben wel even geschrokken. Vooral als je dan alleen maar met je kind. Stel dat mijn buurvrouw niet wakker was en mijn buurman me niet naar het ziekenhuis kon brengen. Ja, dan had ik gewoon een Uber moeten bellen met mijn kind. En avondklok. Nou ja, heel gedoe. Ik ga maar niet dramatisch over doen. Ik was ook gewoon heel rustig geworden daar niet van. Je moet toch rustig blijven ook van je kind. Maar het was me een dagje wel weer, jongens. De tering. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag. Jongens, de laatste dagje dat ik vlog. Ik heb, ben eigenlijk heel de dag bezig geweest, maar ik had mijn vlogcamera niet bij me. Maar ik heb dus... wat kijk je? Ik ben met mijn vriend. Ik had vanmiddag even een netwerkgesprek met iemand die ik ken. Even kijken of er eventueel mogelijkheden zijn om daar aan de slag te gaan. Nou, ik heb vandaag deze week echt 3 afwijzingen gehad qua werk. Echt kloten, maar ja, goed, dan moest het gewoon niet zo zijn. Dus ik had even een gesprek. Toen mijn vriend was vanmiddag naar me toegekomen. Toen, ja, het was super lekker weer. Dus hij zei van, we spreken even in de stad af en dan gaan we even lekker wat eten halen. Dus we hebben lekker een kapsalonnetje gehad bij Jaffa. Nou, ik heb echt letterlijk 3 happen op, was ik gewoon misselijk. En hebben we nog een beetje door de stad gelopen en even genoten van het lekkere weer. Ik had trouwens ook lekker weer een pakketje van Chiquelle. Super snel. Zij, echt gisteren heb ik mijn favorieten doorgegeven en vandaag heb ik het gewoon al binnen. Zij leveren zo snel. Nou, zoals jullie weten heb ik een samenwerking met hun. Ik mag allemaal leuke dingen uitzoeken. Dus ik ben zeer benieuwd wat ik heb gekregen. Oh yes! Oh, ik heb allemaal leuke t-shirtjes. Heerlijk. Ik zag op de site dat ze allemaal leuke t-shirts hadden. Dus die heb ik lekker aangegeven dat ik die wilde. Alleen was de grootste maat beschikbaar medium. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze vallen. Ik zag dat Monica Geuze ook een paar van die shirtjes had. En ik vond ze gewoon super gezellig. Oh, die stof is weer heerlijk. Jullie kennen wel de famous... Oh, ze vallen super groot. De trui die ik de laatste keer had uitgezocht. Die Colorado trui. Die heb ik nu ook lekker in t-shirt. Het wordt natuurlijk weer beter weer. Dus ik had gewoon helemaal zin in shirtjes. Ook heel erg leuk onder een colbertje. Ik heb nu een colbertje aan. Gewoon leuk op een lichte jeans. Dus daar ben ik super blij mee. Oh, deze vind ik ook leuk. Nog een shirt. Oh, ik heb gewoon mijn lievelingsdingen gekregen. Ik mag altijd 8 dingen doorgeven. Dan krijg ik er 4 van opgestuurd. Oh, dit is ook een lekker stofje. En dan met een beetje velvet. Dit shirt, Harvard. Ah, dat is echt leuk. Echt leuke shirts. Ja, heel blij mee. En een M is echt heel groot. Ik
zou er dadelijk even eentje aantrekken, zodat jullie kunnen kijken hoe die valt. Deze vond ik ook fantastisch. Die lijkt een beetje op dat Gucci tennis shirt. Is die een beetje van afgekeken? En dat is deze. Oh, dit is echt mijn lievelings. Dat is ook een medium. Colorado tennis. Colorado Denver. Gezellig. Met twee tennisrekken. En ja, het stofje is gewoon altijd fantastisch bij Chiquelle. En, oh ja, deze was ook mooi. Dit super chille basic topje. Crop topje, maar met een vierkante hals. Dus dat vind ik wel ook wel leuk onder een pak. Of van de zomer op een high-waist jeans. Dus deze had ik dus ook nog gekregen. Super blij mee. Dit was een one size. Dus ik ben benieuwd of ik hem pas. Ik ga even één shirtje en ik ga deze even aantrekken. Zodat jullie een beetje kunnen checken hoe de maten vallen. Ik draag over het algemeen confectie maat 42. En ja, meestal de truien en t-shirt en zo van Chiquelle pas ik wel. Maar blouses, dan moet ik echt een L of een XL hebben. Dus ik ga het even aandoen. Uiteraard zet ik alle items even in de beschrijving met een linkje. En ik heb ook een kortingscode, dat is Janie20. Ik zal hem hier ook even neerzetten. En daarmee krijg je dus 20% korting op de hele collectie. Uitgezonderd sale en beauty en de influencer collecties. En ja, Chiquelle staat gewoon bekend om een super goede kwaliteit. En gewoon perfecte basics. Dus ik ben altijd heel erg blij met deze samenwerking. Ik ga het even aandoen. De kortingscode is 5 dagen geldig nadat jullie deze vlog zien. Dus ik zou zeggen, pak je kans. Nou jongens, ik heb nu even dat witte topje aan. Er zit dus een dubbele, dus mocht je geen BH aan willen eronder. Hier zit gewoon een dubbel stofje. En ja, op deze broek vind ik het niet zo leuk. Maar op een high-waist jeans, als het lekker warm is buiten of op een leuk rokje. Helemaal toppie. Dus mocht je maat 42 hebben, deze one size pas je gewoon. Hij is wel vrij kort, dat je dat even weet. En zoals ik al dacht, perfect. Oh, het is echt mooie stof die gewoon mooi blijft. En het is gewoon het perfecte shirt. Ik ga hem ook gelijk aanhouden. Ik ga nu lekker chillen met mijn vriend op de bank. Ik ga ook gelijk even de vlog afsluiten. Vergeet niet te shoppen met de kortingscode Janie20. En vergeet niet even deze vlog te liken. Ik hoor elke influencer slash vlogger dat het goed is voor het algoritme. Doe even lekker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een leuke comment achter te laten. Oh mijn god, ik ben iets te fanatiek met mijn Mark Inbeen aan de slag gegaan vanmorgen. Ik ben echt fucking bruin. Ik liep naar mijn vriendse auto. Hij zei, zo ziet er echt bruin uit. Maar ja, goed. Eén keer mijn gezicht scrubben en het is weer minder. Dus ik ben weer helemaal blij. Ik zie je volgende week. Doei!